Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag weer eens een keertje vloggen. En dat ga ik doen omdat ik ga mijn hele camera veranderen. Want jullie zien hier mijn schermen. Dat vind ik veel cooler uitzien omdat het driehoeken zijn. Of driehoeken, twee rechthoekige maar. Die dingen moeten hier komen, want hier moet het bureau komen. Oftewel, alles moet er. Er zat een vlieg op mijn kamer. Oh ja, als je wil weten wat deze oorlogswond is. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Volgens mij was het omdat het bij het openluchtbad was ik aan het tienen. En toen sloeg iemand. Nu is het in één keer een bondje gewoon aan het boeien. Maar ja, ik ga dus maar alles aan de kant zetten. Dus ik ben nog even bezig. Dus als jullie ook zien, by the way, hier heb je echt gewoon dikke troep nog. Alles. Ik ben net 10 minuten wakker, denk ik. Kwartier. Ook goed. Ja, kwartiertje. Oké, ik heb het in een kwartier gedaan. Dat is eigenlijk nog best wel snel voor mij doen. Je ziet mijn bureau is fucking smerig. Dus die ga ik ook nog even klaar schoonmaken, bedoel ik. Maar ik heb ondertussen wel van een ontbijtje verdiend. En trouwens, vraag jij nou af, Sander, waar heb jij je stroom eigenlijk altijd liggen? Nou, laat ik even zien. Meestal heb ik hier, zit dan de stroomkabel in. Gaat hier achterlangs. Gaat hier overheen. En dan heb ik hier twee stekkerdozen op liggen. En wat dit is, dit is één fotolijstplankje. En dat gebruik ik dan gewoon als stekkerdoos. Dat gebruik ik als stekkerdoos, een stekkerdoosplankje. Maar ik ga even ontbijten. Je ziet het, heel mijn bed ligt gewoon vol met alles. En daar nog wat. En onder mijn bed nog mijn computer. Dus ja, het is best wel veel. Ik heb zelfs even ontbeten. Maar wat het zeg maar is. We hebben wel heel leuk, zeg maar, die dingetjes voor die kabels. Die hebben we wel heel leuk. Kijk, je kan het daar zien. Maar je moet ook begrijpen, aan deze tafel moeten dan twee, soms drie mensen zitten. En dat past niet tussen deze ruimte. En er zitten mensen tegen de kastjes aan. Dus ik ga hem even losschroeven van die kastjes. Het waren oude kastjes, namelijk van mijn oude bureau. Die ga ik even losschroeven met de boormachine. Want ja, waarom lui doen? En dat ga ik zo even doen. Als ik dat op de boormachine doe. Of course. Ik ga even de boormachine halen. Kijk eens aan wat we hebben gevonden. De boormachine. Ik moet 4 schroefjes losmaken. Oké, nu ligt hij op mijn schouder. Zo. Hoppa. Ik heb even dit sopje erbij gepakt. Ga ik even in ieder geval dat ding schoonmaken. En het bureau schoonmaken en de kastjes. En eigenlijk al de overige onderdelen. En ik ben het zakje vergeten. Fuck. Waar ik by the way net achter ben gekomen. Kijk. Er zitten. Kijk, ik zal het even laten zien. Hier zit een gat in mijn bureau. Dat wist ik. Dat kwam dat mijn vader op ongeluk iets ver doorgeboord. Dat wist ik. Ja. Hier zit een deukje in. Toen liet ik een keer iets opvallen. Dat wist ik. Maar blijkbaar zit hier ook iets. Dat wist ik helemaal niet. Maar ja, daar zijn we dan nu ook weer achter. Blijkbaar heb ik dus nog een deukje in mijn bureau. Maar ja, de kastjes heb ik even op de gang gezet. Ja, ik zal je even meenemen. Op de gang, dat is de strijkkamer, dat is niet de gang. En daar, stoel en zo staan er ook nog even. Ik ga ze meteen even stofzuigen. Zoals je ziet, het is heel leeg nu. Dus ik ga ze meteen maar even stofzuigen en even wat shit verplaatsen en zo. Je ziet nu, mijn bureau staat hier nog. Die wilde ik even wegleggen. Maar dat kan niet, want hij past precies hier tussen. En het probleem is dat ik dan eerst deze weg moet halen, want hier zit een piepklein randje. Dus die kast heb ik weggehaald. Ik heb schoongemaakt. Alle stof onder weggehaald. Maar kijk dan wat die achterlaat. Dat is van de kast. En dan gaan we zo meteen kijken wat er van het bureau achter laat. Kijk, en dan zie je het bureau is die stip. En dat is dan de kast. Ah, mooi. Ja, nu is het te zien. Mijn bureau komt dus daar. Hier ga ik even stofzuigen, zet ik even alle spullen hier neer. En dan zien we verder. Ik dacht dus net van, zal ik het gordijn even open doen? Dus ik doe zo. En toen dacht ik al, dat is al veel te veel zon. Dan word ik echt fucking warm in mijn kamer. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Zo, we maken even een sprong in de tijd. Het is nu
Zoals je kan zien, iets voor 12. Ik ben net weer terug van school. En ik heb heel wat shit gedaan. Hier ligt nog steeds allemaal troep natuurlijk. Nou, kan je troep noemen? Nee. Maar, één scherm, microfoon, het gamescherm. En eronder, laat ik het ook nog even zien. Hier hebben we alweer stroom neergelegd. Daar. En daar. En een box daar. Ik weet niet of je die heel goed kan zien. Maar ja, ik moet nog even zorgen dat de softbox een mooi plekje krijgt. Ik weet eigenlijk nog niet helemaal waar ik dat wil gaan doen. Ja, ik moet eigenlijk heel veel nog neerzetten. Maar we zijn er weer wat verder. Ik ga maar even, ik weet niet, weer verder werken. Yo, daar ben ik weer. Oh, je vroeg je trouwens al de hele video af wat dit is. Dit. Komt door Kooi. We waren bij het op luchtpad en ik wilde koppen. En hij was keeper, dus hij sloeg hem weg. Maar, ik heb ondertussen het scherm van mijn zus. Val voorzichtig. Ik heb ondertussen het scherm van mijn zus erbij gepakt. Super, thanks. Waarschijnlijk kijk je deze video toch niet, maar dankjewel, Kim. Ik heb mijn scherm, dit was mijn oude scherm, hier neergezet. Ik heb even vierkanten hier. En hier komt dan ook een PlayStation op. Hier komt dan nog een tafel. En al deze shit moet ik nog even goed gaan neerleggen. Dus dat wordt nog wel een taakje. Ook super bedankt Twan voor het mogen lenen van je microfoon. Er komt nog een bedankvideo voor je. Voor je microfoon, die komt dan bij deze tafel hier. En degene die hier praat heeft dan ook wat. Want anders had je zeg maar alleen de hoofdmicrofoon. En had je voor degene die deze PlayStation zat helemaal niks. Dus dat zou een beetje shit zijn. Dus moet ik dan even allemaal goed gaan instellen. Maar dat is wat ik nu ga doen. Ik ga dus nu ja, voornamelijk even al die kabeltjes proberen goed neer te leggen. Mijn locator aansluiten en hopen dat alles werkt. Natuurlijk. Oké, we staan hier bij het super mooie 2000 subs plaatje wat in mijn parody ook is gebruikt. Maar even een update. Ik was fucking toevallig. Ik was het liedje update aan het luisteren. Ik heb een hele mooie knijptang aan mijn hand. Want die heb ik even nodig. Vanochtend nog. Maar het is ondertussen iets voor 2:30. Over 2:30. 3:50. En om even het goed te laten zien. Nou, het staat best wel ver al. Ik heb hier sowieso de het scherm als het ware. De belangrijkste scherm heb ik staan. Alles doet het. Elgato alleen nog niet getest. Maar doe ik straks al even. Dan heb ik hier de tweede tafel staan. Daar moet ik even een kleedje of zo op. Maar ik weet niet waar het ligt. Moet ik even vragen. En hier heb ik die microfoon ook. Al de microfoon van Twan. Moet ik ook nog even allemaal aangesloten op deze tafel gaan zetten. Maar dat komt zo meteen. Want ik ga nu heel even deze beneden leggen. Dat moet ik even gaan doen. Dus ja, dit moet ik ook nog allemaal opruimen. Ik moet nog even een plekje voor die kastjes hebben. Daar nog een kastje. Ik moet er even een plekje voor hebben, maar ja. We lopen even naar beneden. We gaan even deze terugleggen. Oh ja, en het internetnet was dus fucking shit. En ik heb alle kabels gecheckt. En heb ik gewoon de router opnieuw opgestart. En toen deed het weer. Ja, toppie. Ik weet ook net waarom dat zo is. Die weer even netjes hier neer. Dit is onze woonkamer. Mooi, hè? Vind ik ook. Zo, de kelder gaat even open. Kijk, hier gaat het om de router. Mag wel hier liggen. Perfect. Hebben we ook weer gedaan. Daar ben ik weer. Ik heb ondertussen het geluid gelijk laten lopen van die microfoon en de microfoon van Twan. En heel toevallig, want het liep eigenlijk gewoon op precies gelijk. Super chill. Ik ben ervoor dat de webcam ook gelijk liep, want ik had één dingetje dus verkeerd ingesteld. Maar dat staat nu goed. Zoals jullie nu zien, even daar. Dat is nog niet de goede kleur natuurlijk, want dat moet je altijd weer opnieuw aanpassen. Dat hoef je niet te weten. Wat ik ondertussen ook heb gedaan, ik heb even Shaw en Rose gehaald. En het grappige was, ik wilde dus Shaw halen. Ik had Shaw gehaald voor 5k. Ik had eentje, die was echt fucking, hoe heet het? Goedkoop. Ik had gewoon van Futbin. En die stond nog ergens in het midden van de lijst. Maar hij had wel het minst. Dus die lijst was nog niet geüpdate. En echt 3 minuten daarna was alles zoveel muntjes meer. Maar ja, dat even terzijde. Ik wilde toen dus Klein doen. En ik zag de vereisten zijn hetzelfde. En ik had niet naar de opstelling gekeken. Dus ik had gewoon eentje van Shaw gepakt. Daar had ik alles van gekocht. En dacht ik, nou, doe ik die voor Klein. Dat is goedkoop. Maar ik was de opstelling vergeten. En heel toevallig, maar alles was gewoon goed. Het kon gewoon in die opstelling. Ik had nog meer cams gekocht. Dus dat was helemaal toppie. Wat ik nu even ga doen, ik ben nog even aan het nadenken. Ik moet denk ik gewoon een beetje de algemene dingen opruimen. Zoals je ziet, hier gewoon met het scherm moet ik gewoon even een beetje aankleden. De softbox moet ik even een mooie plek gaan zetten. Ik moet het hier gaan opruimen. Ik moet dit eens een keer gaan opruimen. Ik moet de gang even met mijn stoel weer naar binnen brengen. Ik moet deze shit moet ik gaan opruimen. Maar ja, dat ga ik dus nu denk ik even allemaal doen.
Dus let's go. Nou, zo gezegd, zo gedaan. 2 minuten later is alles weg. Ik moet het wel nog even stofzuigen. Ik heb het ook een beetje vies gemaakt. Ik ga het emmertje even terugbrengen. Ik weet niet waarom die zo heerlijk mooi scherp stelt, maar die gaan we even terugbrengen. Oh ja, en die zak moeten we ook terugbrengen. Die zak is van Koen, shout-out naar Koen. Maar hij is niet van mij. Yes. Hop, in de bijkeuken. Hoe gaan we dit doen? Kijk, zie je zo meteen. Nou, dat hebben we ook weer mooi opgeruimd. Dingen liggen nog hier in. De rest ligt mooi in de schuur. Hallo. Kijk, hij is heel lui. Deze hond ligt de hele dag een beetje buiten. Een beetje te waken. Ik was dus vanochtend. Ik was boven. Ik was dus die shit aan het klaarzetten. En hij. Ik weet niet of ik een mooi beeld heb, maar hij. Lag dus gewoon beneden. En Koen die kwam. Gewoon via de poort. En ik dacht van, nou. Ik zal wel geblaf horen. Kreeg ik in één keer even van Koen. Ik zei in ja. Ik dacht, huh? Dus het bleek dus gewoon aan het slapen te zijn. Ja, hij was gewoon rustig aan het slapen. En ja, dat vond ik wel van een tegenvallen eigenlijk. Maar ja, we gaan maar weer naar binnen. Ik begin er wel moe van te raken, man. Van het vloggen. Ik heb wel een beetje een lamme arm en zo. Ik ga even lekker wat drinken pakken. Kijk, hier ligt hij weer, ligt hij weer. Zie je hem weer liggen? Hij zit te chillen. Echt, wat een luilak is het. Ik ga zo meteen het een en ander klaarmaken. Was ik van plan om rond 4:30 even te gaan streamen. Gewoon de day before stream. En even checken of alles het doet en zo. Dus dat ga ik zo meteen doen. Let's go! Dit was dan de video. Het is voor mij ondertussen de day after de 24 uur stream. Dat kan je waarschijnlijk wel aan me zien. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb uiteindelijk, ik was vergeten het einde op te nemen. En ik heb ook niet echt een foto van hoe het eruit zag, jammer genoeg. Maar het zag in ieder geval super tof uit met de spullen hier en daar. En het zag gewoon super tof uit. Zoals je ziet, ik moet ook nog shit opruimen. Mijn softbox staat hier nog. Mijn bureau staat nog op de plek van de stream. Maar die moet uiteindelijk weer daar komen. Zodat ik mijn greenscreen weer kan gebruiken die nog daar ligt. Dus dat moet ik nog allemaal doen. Maar dat doe ik pas als ik weer terug ben van vakantie. Maar ja. Ik hoop dat jij hebt genoten van deze vlog. Wil je nou meer vlogs zien? Doe dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Laten we voor 40 en een halve likes gaan. Oftewel 45. Kan je dat dan zo zeggen? Doe maar gewoon 45 likes gaan vandaag hoor. Ik heb mijn haren trouwens ook nog niet helemaal gaan. Ik vind het op een van de manieren vind ik mijn haren nu wel ook weer een beetje nice. Dat het een beetje omhoog staat en niet te strak. Maar ook niet. Maar ja, boeien. Dus doe een blauw duimpje omhoog. 45 likes. Zie ik al bij een volgende video weer. Ik weet nog even niet welke video's er online gaan komen. Want het is nu maandag. Ik ga dinsdag weg. En ik moet zeg maar iedere video nog doen ongeveer. Maar ja, ik hoop dat je hebt genoten. Tot de volgende keer. Er zijn nog maar één ding. En dat is...